Goedemorgen. We starten met ons onderdeel de accentrols. Nu, wanneer je in een groep werkt, functioneert die groep tegelijkertijd op twee niveaus. Er wordt niet alleen inhoudelijk aan een taak gewerkt, je gaat ook op een bepaalde manier met elkaar omgaan tijdens de uitvoering van een groepswerk. Wanneer je in groep werkt, is het ook heel belangrijk om de omgang tussen de groepsleden in kaart te brengen. De modellen die we daarvoor kunnen gebruiken zijn de roles van Leury, die we in de vorige les besproken hebben, en de actieroles. Dat is het onderwerp van vandaag. De Vlaamse filosoof en psycholoog Nant Cuvelier heeft een wetenschappelijke studie gedaan over de omgang tussen de mensen, de interactie tussen mensen. De resultaten van dit onderzoek heeft hij gebundeld in wat hij noemt de accentrols. De accentrols kent 6 basisvormen of relatiewijzen. Een ander woord voor relatiewijze is acts. En een act is de manier waarop mensen zich gedragen ten opzichte van een andere persoon of personen. Nu, er zijn 6 basisvormen of 6 acten. Eerste is houden, aanbieden of geven. Dus je gaat iets geven aan iemand of je biedt iets aan. Aannemen of vragen, je neemt iets aan of je vraagt iets. Lossen is het letterlijk loslaten. Weerstaan, je kunt nee zeggen, dat is weerstaan. En aanvechten, je bent niet akkoord met iets. We kunnen dat in een schema zetten, waarin je hier gaat kunnen zien houden en lossen. Die 2 zaken horen bij elkaar. We hebben aanbieden en geven, en aannemen en vragen. Die pijltjes duiden aan dat dat altijd een wisselwerking is. Iemand die iets aanbiedt, dan is de andere degene die iets aanneemt. En als laatste hebben we het weerstaan en het aanvechten. Relatiewijzen zijn complementair. Wat bedoelen we daarmee? Complementair is aanvullend. Die vullen elkaar aan en die lokken elkaar uit. Dus aanbieden en aannemen, die vullen elkaar aan. Die vormen samen de harmoniezone. Het woordje harmonie komt daarin voor. Dat wil ook zeggen dat dat de zone is waarin alles harmonieus verloopt. Harmonieus, in harmoniezone, wil zeggen dat alles vlotjes verloopt. Aanvechten en weerstaan zijn ook complementair en vormen samen de conflictzone. Dat is de zone waarin de meeste conflicten en ruzies ontstaan. Het woord zegt het, een conflict. Houden en lossen gaan samen, vullen elkaar ook weer aan. En vormen samen de afzonderingszone, de zone waarin men zich terugtrekt, waarin men zich afzondert. Nu, elke zone heeft zijn kleur. De afzonderingszone, hier, houden en lossen. De harmoniezone, aanbieden en geven, aannemen en vragen. En de conflictzone, aanvechten en weerstaan. De meeste van onze gedragingen komen voor in de harmoniezone. Daarom wordt die zone nog eens onderverdeeld in 10 relatiewijzen. Namelijk, lijden, zorgen en zich tonen. En dat vind je terug in de zone aanbieden en geven binnen de harmoniezone. Binnen de zone aannemen en vragen in de harmoniezone hebben we het opkijken, genieten en volgen. Om het iets makkelijker te maken, heeft Nant Cuvelier ook gezegd van kijk, ik ga die zones, of ik ga die vormen visueel maken aan de hand van diertjes. We noemen dat de totemdiertjes. En elk van die totemdiertjes symboliseert, wil zeggen, toont een relatiewijze. Als we hier terug gaan kijken, dan zitten we hier in de afzonderingszone, houden, schildpad en uil.
Hier in de aanbieden of geven in de harmoniezone hebben we de leeuw, de bever en de pauw. In de harmoniezone aannemen of vragen hebben we dan de wasbeer, de poes en de kameel. En in de conflictzone hebben we de steenbok en de havik. Je ziet ook telkens daarboven de relatiewijze staan. We gaan ze één voor één bekijken. De totemdientjes uit de harmoniezone. Nummer 1, onze leeuw. En de leeuw die leidt. De leeuw gaat iets aanbieden of iets geven. Dus hij gaat leiden. Hij leidt, hij geeft uitleg, hij geeft informatie en richtlijnen. Hij legt regels op. Hij geeft leiding, hij geeft raad en doet voorstellen. Bijvoorbeeld, de leeuw is iemand die het spel kiest op de speelplaats. De leeuw is iemand die informatie doorgeeft. De leeuw is iemand die de leiding neemt tijdens het groepswerk en het verslag gaat uitbrengen. Maar, en dat is het negatieve kantje, hij kan ook bazig zijn. Onze bever, altijd in onze harmoniezone, hoort bij aanbieden of geven, die gaat zorgen. Dat is de relatiewijze die je telkens ziet staan. Hè? Dus de bever die zorgt heel graag, die verzorgt, die verpleegt, die bemoedert, die helpt, die koestert, die knuffelt, die omarmt, die geeft kusjes, die geeft iets weg, die gaat iets aanbieden. Een voorbeeldje, de bever is iemand die zijn materiaal gaat uitlenen. Hè? Bijvoorbeeld in de klas iemand die geen correctiestift bij heeft of geen fluostift bij heeft. De bever is diegene die zijn materiaal uitleent. De bever doet boodschappen voor een oudere persoon of voor mama. En de bever helpt graag iemand verder. Maar, weer het negatieve kantje, de bever kan ook overbezorgd zijn. De pauw, die gaat zich laten zien, die gaat zich tonen. De pauw laat zich heel graag zien, toont zichzelf. Treedt graag op de voorgrond, wat wil ik daarmee zeggen? Zegt heel vaak van, hier, 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 en zie mij. En laat zien wie hij is en wat hij kan. De pauw biedt ook zijn aanwezigheid. Bijvoorbeeld, hij staat heel graag in de belangstelling. Ga vertellen over zijn hobby. Laat datgene wat hij gekregen heeft zien. Vertelt over wat hij goed kan en wat hij niet goed kan. Maar, kan heel stoeferig overkomen. Pocherig. Dikke nek hebben, zoals we zeggen. In de harmoniezone, bij het aannemen of vragen, is onze eerste totemdier de wasbeer. En de wasbeer die kijkt op, die waardeert en die respecteert. Die geeft anderen een pluim die kan zeggen, goed gedaan. Hij ontvangt natuurlijk graag mensen, luistert naar mensen en staat open voor de anderen. De bever verwelkomt en nodigt uit. Een voorbeeldje, hij ziet en bewondert wat er gebeurt. Iemand die te laat komt, daar zegt hij tegen, welkom. Hij nodigt vrienden uit en kan complimentjes geven. Maar hij kan ook een slijmbal zijn. De poes geniet. En die laat zich vertroetelen, die laat zich verplegen. Die kan genieten van datgene wat hen aangeboden wordt. Hè? Zowel goederen als diensten. Vraagt om verzorgd te worden en neemt heel graag geschenken aan. Voorbeeldje, poes kan genieten van een bezoek bij de kapper. Ook al duurt dat uren, die geniet daarvan, van dat harenwas, van dat haren knippen, van dat babbelke. Ze is dankbaar voor datgene wat haar gegeven wordt en laat zich heel graag verwennen. Nu de poes vraagt om aandacht, vraagt materiaal en vraagt hulp. Maar de poes kan ook lui zijn. Onze kameel die volgt. Die volgt, die gehoorzaamt en is een meeloper. Die vraagt om raad en uitleg. Als je een taakje geeft, de kameel zal die uitvoeren. Zonder strubbelingen, zonder tegenwerking, die voert dat gewoon weg uit. Voorbeeldje, de kameel werkt mee. De kameel is nieuwsgierig en vraagt om meer informatie. Hij gehoorzaamt en staat bijvoorbeeld bij het belsignaal netjes in de rij. Maar de kameel kan ook slaaf zijn, kan een meelopertje zijn. Uit de afzonderingszone hebben we twee diertjes, namelijk de uil, die houdt zich stil, houdt heel veel voor zichzelf, weigert te delen, de uil spaart, verzamelt en bewaart geheimen en kijkt zwijgend toe. Die verstopt zich en geeft weinig van zichzelf bloot. Hij trekt zich terug. De uil is ook een nachtdier. Meestal hoor je die alleen, maar zie je hem niet. Een voorbeeldje, hij weet het wel, maar hij komt niet tussen. Hij geeft geen antwoord op de vraag van,
Was het leuk in het pretpark? Er komt niet veel aan bod tijdens groepswerks en discussies. Maar de uil kan ook egoïstisch en gesloten zijn. Onze schildpad, die lost, die houdt zich schuil, die kruipt letterlijk terug in zijn schulp. Hij ondergaat alles, twijfelt, is verdrietig, is moe en toont onzekerheid. Hij straalt dat ook uit. De schildpad ontwijkt contact. Voorbeeldje, hij is bang en onzeker en twijfelt en weet het niet precies. Hij kan heel moeilijk kiezen. Aan de andere kant kan de schildpad rust nemen en neemt op tijd pauze, maar geeft ook de moed niet op. Maar kan toegeven aan die vermoeidheid en daardoor lui overkomen. Uit de conflictzone hebben we er ook twee. Onze havik die gaat aanvechten, die valt aan, die confronteert, die bekritiseert en trekt alles in twijfel. En wijst de anderen ook op zijn fouten. Bijvoorbeeld, de havik zegt wat hij niet goed vindt. Durft ook tegen een leerkracht te zeggen van, hé, dat is niet oké. Vecht voor zijn plaats, duidt fouten aan en geeft negatieve commentaar. Maar de havik kan ook heel grof zijn. Onze steenbok die gaat weerstaan, die biedt weerstand, die weert af, die durft nee te zeggen. Die verdedigt zich, die komt op voor zijn eigen mening en die bijt van zich af. Voorbeeldje, hij laat zich niet doen. Hij gaat niet akkoord met een taak die opgedrongen is, waarbij hij geen keuze heeft. Die gaat zich verzetten tegen te veel lawaai en tegen te veel drukte. Hij neemt het bevel of opdracht van een ander niet zomaar aan. Maar ook hier, negatief, hij kan koppig zijn. Een aantal opmerkingen. De totemdiertjes zijn 10 relatiewijzen en je kan je als elk totemdiertje gedragen. Dat is niet uitgesproken één totemdiertje en het andere niet. Maar zowel op een positieve als negatieve manier. Wanneer wordt het negatief? Het wordt negatief als je gaat overdrijven. Nu, in onze opvoedkunde gaat het over sociaal vaardig zijn. Nu, een sociaal vaardig iemand die kan heel soepel alle relatiewijzen gebruiken en doet dit nooit op een extreme manier, extreem overdreven. Een sociaal onaangepast persoon, iemand die niet sociaal vaardig is, die gaat dwangmatig één bepaalde relatiewijze gebruiken. En die gaat dat op een heel overdreven, extreme manier doen. De taak die bij dit deel hoort, die ga je terugvinden op Smart School, mijn vakken, opvoedkunde en oefeningen. De volgende les gaat ook nog over de axenroos, maar dan gaat het gaan over de 6 inzetten.